Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Leidse Rederij. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Woelige Baren. En we hebben er zin in het thema van vandaag, met de gast, hebben we er zin in! Er zit muziek in, mensen! Ja, er zit muziek in vandaag. Een Leiderdorper in de boot. Ja, een echte, nou, het is een echte Leiderdorper. Ja, het is een echte, geboren, nou, ik weet niet of hij getogen is, maar dat gaan we zo meteen aan hem vragen. Hij staat er voor mij al. Ja. Zanger Wesley Klein. Heb er zin in, Wes? Heb er zin in? Kom erbij. Welkom aan boord. Goeiedag. Gezellig. Wesley Klein? Nee. Nee, volgt niet. Nee. Eruit! Eruit! Geboren 25 maart 1988. Zeker weten. In Leiderdorp. Ja. Ja, heel veel mensen denken dat ik echt officieel uit Leiden kom, maar dat is het niet. Ik ben echt geboren in Leiderdorp, maar ik woonde wel mijn hele leven lang in Leiden. En dat is ook natuurlijk niet meer het geval. Nee, precies, ja. En je bent bekend van Popstars uit 2009, dat won je. En op dit moment natuurlijk vooral van jouw Nederlandstalige repertoire. En zijn programma op Unity NL natuurlijk. Ja, gaat hard allemaal, hè? Ja. Ik denk dat dit het is. Ja? Ja, ik heb er voldoende vertrouwen in. Dit is hem wel, ja. Ja. Dan willen we eigenlijk wel weten, hoe ziet de gemiddelde dag van Wesley Klein eruit? Ik sta altijd op met twee kinderen en een vrouw. Dat is iedere ochtend weer. En dat is echt rond een uur of 6:30. En dan is eigenlijk mijn dag begonnen. En dan is het, het is maar net waar je echt mee bezig bent. Als we echt druk zijn met muziek, met de nieuwe single, qua promotie. Ja, dan is het natuurlijk drukke weken om je single te promoten. Dus dan ben ik echt door heel Nederland ben ik aan het toeren om je single te promoten. Is dat niet het geval, dan zijn we eigenlijk door de week zijn we wel meer thuis. Dus eigenlijk voor een gemiddelde Nederlander is het lekker als je zingt. Want dan ben je gewoon meer bij je kinderen. En in het weekend ben je gewoon meer aan het werk, ja, aan het zingen. Nou, fulltime zanger. Ik ben fulltime zanger, ja. Wat grappig. Hoe ziet jouw afgelopen jaar eruit? Want zenders als TMF en MTV. Nou ja, goed, TMF bestaat helemaal niet meer. En MTV zendt steeds minder muziek uit. Ja. Dus we zien, denk ik, op reguliere kanalen vrij weinig van je. Dus hoe ziet jouw afgelopen jaar eruit? Ben je heel druk geweest? Het is zeker heel druk geweest. Het is alleen wat je zegt qua televisie, grote zenders, dat is wat minder geweest. Omdat ja, ik ben overgestapt naar een andere stukje muziek. Ik was vanuit Popstars toch weer de popkant op gegaan. En op dat moment ben je heel erg hot. Je komt uit het programma, iedereen wil wat van je hebben. 36 weken op tv geweest. Ja, echt dag in dag uit. En dan ga je op een gegeven moment moet je een keuze maken van ja, vind je het fijn wat je doet? Nou, dat vond ik niet, het muziek wat ik maakte. Ondanks dat You Raise Me Up wel nummer 1 heeft gestaan. Ja. En je tweede single was ook een nummer 2. Nummer 2, en dat was wel een Nederlandstalige plaat. Maar toch voelde ik me eigenlijk daar niet lekker bij. En ik dacht van nee, ik moet gewoon lekker meer naar het volkse muziek toe. En dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Want de fans die je op dat moment die je dan hebt omarmd, ja, die ga je dan toch wel een klein beetje kwijtraken. Omdat de mensen op dat moment fan van jou zijn geweest. En dan is de vraag van ja, gaan ze met mij mee die kant op met de muziek wat ik maak? Heb je dan nu het idee dat je een hele nieuwe schare fans hebt dan, zal ik zeggen, uit 2009, 2010? Ja, toch eigenlijk wel. Ja, je hebt totaal hele andere fans. Maar ook wel gelukkig ook de fans die toen die tijd al fan van mij waren, die zijn gelukkig wel meegegaan met de muziek wat ik nu maak. En daar ben ik wel heel blij mee. Ze waren meer fan van de persoon dan van de muziek, kun je zeggen? Ja. Ja. Maar je vertelt van, ik voelde me toch niet prettig bij de popmuziek. Ik wil volksmuziek maken. Ja. Leef je dan nu ook je droom? Is dit... Zeker weten. Is dit het helemaal? Dit is het helemaal, ja. En wat ik al zei, dit heeft gewoon eventjes de tijd nodig. Omdat je eigenlijk weer vanuit... Ja, je begint weer bij nul. En op dat moment heb je natuurlijk een boost gekregen vanuit het programma van Popstars. En ja, dan begin je eigenlijk al hier. Ik ben nooit eigenlijk vanaf beneden begonnen om naar iets toe te bouwen. En dat is wel heftig, want heel veel artiesten die ik tegenkom, die bouwen toch vanuit niks, bouwen ze wat op. Ja, en dan op een gegeven moment heb je iets bereikt wat je wil bereiken. En nu word je eigenlijk gelanceerd naar een niveau. En dan moet je maar kijken van, gaat het allemaal nog wel goed? En, kan het op dat moment ook alleen maar minder worden? Het kan in principe eigenlijk alleen maar minder worden. Omdat ja, je moet natuurlijk continu moet je streven naar die optie.
om op die top te blijven. En je mag niet iets minder zijn op dat moment. Want dan ga je gewoon naar beneden. En dat is wel het nadeel daarvan. En het muziek wat ik nu maak, ja, we zijn gewoon weer vanaf nul begonnen. Ik merk echt dat het in stijgende lijn gaat. Mensen omarmen echt het muziek wat ik maak. Ik ben nu ook weer druk bezig met een album. Er komen ook weer singles uit. Ja, het kan niet stuk. De mensen vinden het echt leuk en daar ben ik heel blij maar mee. Maar toen je popzanger was of popster... Ja. Popstar. Was je toen minder gelukkig? Op dat moment niet. Op dat moment leef je in een droom. Want je doet net een programma mee waar ik mezelf nog niet eens had voor opgegeven. Dat had mijn vriendin gedaan. En echt wel kwaad geweest waarvoor ze dat had gedaan. Omdat ik echt dacht van nou, een Nederlandstalige jongen, die hoort daar niet thuis op dat moment, denk je. En dan word je toch als winnaar uit de bus getrokken dat je met 10.000 of 12.000 mensen die meededen aan een deelname. En dan win je zoiets, maar dan leef je in een droom. Je weet niet wat je maakt het wel mee, maar aan de andere kant, ik ben blij dat ik heel veel foto's heb gemaakt, omdat je dan echt weet van, nou, oh ja, daar ben ik geweest, daar ben ik, dat heb ik meegemaakt. Het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd en op dat moment ben je heel blij. En er staan schale fans voor je bij het podium, dat ze dan zeggen van, je bent echt goed bezig. Maar diep in je hart denk je van, nee, ik ben niet opgegroeid met popmuziek. Nee, wat je zegt, dat vind ik wel grappig, je zegt, een jongen zoals ik, die Nederlandstalige muziek maakt, daar is dat niet voor. Of dat ben ik niet goed genoeg voor, klonk er bijna in. Dat dacht ik, ja. Waarom? Wat heeft dat met Nederlandse muziek te maken? Nou, ik dacht eigenlijk zozeer dat zo'n programma meer van de popmuziek is. En dat het misschien wel Engelstalig is. Dat dacht ik. En blijkbaar was dat niet zo. Het was eigenlijk in de finale, toen we de liveshows gingen doen, hadden we 12 karakters eigenlijk. Ja. Ik was een jongen van de bouw en iedereen had wel een verhaal. En dat maakt denk ik de mensen wel leuk, dat ik gewoon een jongen uit de bouw was. En gewoon lekker nuchter. En ik vind dat ik dat nu nog steeds ben. Maar als je nu zo aan het bouwen bent aan, ja, toch eigenlijk wel gewoon een nieuwe carrière, zo kun je toch eigenlijk wel zeggen. Ja. En je hebt dan twee kleine kindjes, Jaylee uit 2010, ja. Wesley Junior 2013. Ja. Nou weet ik dat zelf. Als vader van een jong ventje. Dat is pittig. En dus je hebt er twee. En dat is heel pittig. Aan de wallen te zien ook, want ik heb geen make-up op, helaas. Maar je bent wel een heel ander persoon. Je maar als je al die optredens hebt door het hele land en je moet om 6:30 op 's ochtends. Ja, mijn vriendin die laat me wel af en toe uitslapen. Maar, leeft echt de droom. Ja, ik leef echt de droom. Dat wil je ook wel, of niet? Ja. Nee, maar ik ben zelf wel vaak dat ik denk van nou, ik ga er gewoon lekker uit. Want ja, je wilt toch wel lekker bij je kinderen zijn. Ja. Maar je bent gewoon een totaal ander persoon. En ik denk dat je dat zelf ook wel bent geworden als je vader wordt. Absoluut. Van een kind. Je bent gewoon een heel ander persoon. Daar haal je ook weer inspiratie uit met liedjes. En je wordt ineens voor je volwassen. Dus je kan ook wat serieuze liedjes zingen. Zullen wij eens gaan naar... Een paar dilemma's. De eerste dilemma's. We stellen onze gasten altijd een aantal dilemma's. Ja. Je moet antwoord geven. Oh jee. Anders gaat er 100 euro naar dierenambulance. Ja. Stevenshagen. Zoiets. Goed doel. Pak jij de eerste? Ja. Popstars heeft mijn leven veranderd. Of ik was er zonder Popstars ook wel gekomen? Popstars heeft mijn leven veranderd. Anders had ik er niet gekomen. Nee? Nee. Hazes of Shaffy? Hazes. Oh, brug. Hollandse hits kunnen niet zonder trekharmonica of niet zonder koortjes? Trekharmonica. Toch de trekharmonica. Ja. In elke feesttent voel ik me thuis. Of nou, die Amsterdam Arena staat ook wel lekker hoor. In elke feesttent voel ik me thuis. Iedere keer moet je jezelf geven. En ik heb het ook vaak meegemaakt dat ik wel eens word geboekt door iemand. Dat het echt zo intiem is dat je voor 15 mensen staat. Maar ik heb ook natuurlijk bij de Arena, nu dat je Arena zegt, voor 68.000 mensen opgetreden. En hier moet je gewoon steeds geven. En ik voel me steeds thuis. De mensen die vinden het altijd leuk dat je komt. Nou, mooie vak kan je toch niet hebben. Mijn teksten moeten een betekenis hebben. Of ach, als het maar rijmt. Ik zou gelijk kiezen eigenlijk, het moet eigenlijk wel een betekenis zijn, maar als je naar de liedjes luistert van mezelf en je gaat naar wijd wijd weg, dan denk je bij jezelf van hoe komen ze op de tekst? maar gek genoeg, dat soort liedjes, die doen het meestal wel. Er zijn natuurlijk een paar vooroordelen over Hollandse muziek en dan denk je van nou, dan hoor je het, gelijk zo'n trekharmonica erin. Ja. Wat is de kracht van dat instrument? Waarom zit het in al die Hollandse nummers? Ja, wat is de kracht? Ik denk dat het gewoon een bepaalde periode is dat erin zit. Ik denk dat het is nu de laatste 3-4 jaar is het heel erg met een trekzak dat iedereen... bij elke clip met een accordeon staat. Dat is zo. Ja. En als je luistert naar Django of naar Frans Duits of Marianne Weber, het is allemaal met dat ding. En ja, ik weet niet, ik denk dat het gewoon een stukje volksmuziek is dan, denk ik.
En misschien, wie weet, over 2 jaar komt er weer een hele andere trend. Dat er echt gewoon een saxofoon overal in moet komen. Ja. Nou, maar ik denk nu niet het geval. Dus er staan zeker ook bij mij op het album een paar liedjes met de trekzak. Met de trekzak. Ja. Je zei, Popstars heeft mijn leven veranderd. En wat ik zo bijzonder vind aan dat soort talentenshows is dat er in korte tijd iemand een ster geladen wordt en gelanceerd. Ja. En daarna eigenlijk compleet aan zijn lot wordt overgelaten. Bij jou ging het zelfs nog een andere kant op, want je ging een heel ander repertoire in. Ja. In hoeverre werkt dat dan misschien zelfs wel tegen, zo'n programma dat je daaraan hebt meegedaan? Ja, wat ik al zei, je wordt natuurlijk gelanceerd op een bepaald niveau. En de mensen die gaan toch denken van ja, er komt een jongen, je bent nog jong, je wordt gelanceerd. En heel veel mensen zeggen ook wel eens van ja, als je met een talentenjacht meedoet, van ja, je hoort op een gegeven moment niks meer van die mensen. Ja. Die meedoen aan een talentenjacht. Nee, ik kan ze namelijk bijvoorbeeld van The Voice, ik kan ze niet meer noemen wie er allemaal gewonnen heeft. Nee, maar ik denk dat het misschien een klein beetje voor mij in positieve zin is dat ik naar het Nederlandstalige muziek ben gegaan. Omdat het tegenwoordig gewoon zo hot is. En als je met een Engelstalige plaat komt, dan duurt het wel langer voordat het iets zou gaan worden. Maar ik denk als je dan een hit hebt, dan is het natuurlijk helemaal gigantisch. Maar ik denk dat Nederlandstalig gewoon op dit moment de laatste jaren is het gewoon zo hot. Ja, ja. Dat het gewoon veel meer met de boekingen en dat het gewoon veel beter is. Dat vroegen wij ons ook al af. Ja. Waar dat nou vandaan komt. Dat het levenslied in één keer er is eigenlijk. Ja, ik weet het ook niet. Dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, het is gewoon. Kijk, ik ben die kant op gegaan omdat ik altijd opgegroeid ben in Nederlandstalige muziek. André Hazes, Marianne Weber, ze kwamen allemaal voorbij. En René Vroger, dat is toevallig mijn idool, die zong toen die tijd altijd Engelstalig en daarna Nederlandstalig. Maar ja, als je er altijd mee op bent gegroeid, dan zit dat zo erin geprent dat je echt denkt van ja, je kan in principe niet een andere kant op. Zullen we even teruggaan naar februari 2010, het 5 Meiplein in Leiden en Wesley Klein werd gehuldigd. Laten we een klein stukje kijken. Een heel plein, dampend van de mensen. Ja, dat was die gaaf. Stonden er allemaal voor jou, omdat jij op dat moment net inderdaad Popstars had gewonnen. Hoe vaak overkomt jou dat nu nog, dat zo'n plein helemaal voor jou alleen komt? Nou, helemaal voor mij alleen, dat is het niet. Het is wel, ik sta wel op heel veel volle pleinen. Maar dan is het gewoon voor meerdere artiesten dat mensen gewoon echt wel zin hebben in een feestje. Yeah. En die kijken welke artiesten er komen. En ik mag echt niet klagen dat de mensen het echt wel leuk vinden dat ik kom. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Op Twitter en Facebook is ook heel druk. Mensen vinden het allemaal leuk wat ik doe. Vinden het ook leuk dat ik wel eens dingen van mijn kinderen erop zet. En ik merk ook gewoon met feesten dat ze ook nog steeds op de foto willen. Ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. Sommige mensen zeggen ook tegen mij van ja, word je er nou niet eens moe van dat mensen met jou steeds op de foto willen. Ik zeg altijd maar zo, als de mensen met je op de foto willen, dan is dat maar een goed teken. Ja. Want dan is het nog dat je er bent. Ja. En dat mensen je herkennen. Nou, je bent zelf een groot fan van René Vroger. Ja. Die staat dan hier. Ja. Waar sta jij dan ongeveer? Nou, ik mag nog niet in zijn schaduw staan. Nee. Maar je hebt wel al in de Amsterdam Arena gestaan. Ja, en ik heb ook bij. Daar heb ik 3 keer gestaan. Ja, 10 keer eigenlijk, om goed te zeggen. Maar drie jaren achter elkaar. Maar ik heb ook bij zijn in Carré gestaan op zijn verjaardag. Toen werd ik gevraagd, werd hij 50. En toen mocht ik daar optreden om 2 liedjes te doen. 2 grote hits. Nobody Else en Your Pleasure Mine mocht ik zingen. Maar als je hebt over René Vroger en ik, ja, dan moet ik nog wel heel erg sleutelen aan alles. Kijk, het is natuurlijk voor iedereen een mening wat je van iemand vindt. Maar als ik kijk naar René Vroger, wat hij allemaal heeft neergezet en waar hij nu allemaal nog mee bezig is. En ik vind het toch steeds ook een prestatie. Hij is wel degene, de man achter de toppers, die altijd alles neerzet. Qua liedjes knippen en plakken en hoe het er eigenlijk allemaal staat. Dat komt allemaal van René komt het af. Hoe is dus dat dan om met je grote idool dan op zo'n podium te staan? Of zelfs gevraagd te worden om op te treden op zijn verjaardag? Ja, dat klinkt heel stom, maar bij het begin was ik heel erg zenuwachtig. Omdat het toch iemand is. Toen die tijd kon je hem eigenlijk alleen maar van televisie. Maar nu is het eigenlijk gewoon, ik drink ook nu een biertje met hem. Het is gewoon gezellig, ik kom bij hem thuis. Dat komt natuurlijk ook omdat ik met die jongens samen in een groepje zit. Wat ik ook nog eens doe met Jens, met de zoon van René Vroger en Danny Nicolai.
En dat gaat ook waanzinnig goed. En we mogen allemaal op leuke grote feesten staan. En René is eigenlijk onze baas, laten we het daarop houden. Dat hij echt vol achter ons staat met de hele toppersteam. Dus het is nu, ik kijk nu heel anders tegen René aan. Het is nou gewoon als hij aankomt, komt hij in zijn joggingpak en is het, hey jongen, alles goed. En ja. We nemen er eentje. En als we klaar zijn, dan nemen we er nog een. En dan blijf je lekker slapen en dan nemen we er nog een paar. Ja. Weet je? Dus het, je kijkt er nu totaal anders tegen om. Maar als ik dan wel eens thuis kom, dan denk ik bij mezelf, het is eigenlijk gek allemaal. Hè? Vroeger nou keek ik vandaag zo en nou zit ik met hem in de studio. Ja, ben je al gevestigd? Voel je je al gevestigd? Ben je toch nog bang dat je ooit weer je werkschoenen aan moet gaan trekken en gewoon naar je baas moet gaan? Nou, bang ben ik nooit. Ik vind het nooit erg om te doen. En, maar ja, weet je, het is gewoon heel erg moeilijk in de muziekbranche, omdat je moet steeds blijven presteren. Je moet steeds met een nieuwe single komen. Je moet steeds promoten. En de mensen moeten je blijven boeken. Als je niet geboekt wordt, ja, dan met alle respect, maar dan komt er ook niks binnen. Dus dan op een gegeven moment moet je wel streven dat je weer een bijbaantje of iets erbij moet gaan nemen. Zullen we nog een nieuw lijstje dilemma's? Daar komen ze. De eerste, Leiden of Leidendorp? Leiden. Ja, Leiden. Ja, nee, ja, overduidelijk. Okay. Kooiplein of Winkelhof? Kooiplein. Over met volle teugen zeg ik. Nou, weet je, het klinkt stom en het is helemaal niet om Leidendorp helemaal aan de kant te schuiven, maar ik weet niet, Leiden heeft gewoon iets. Je hebt natuurlijk een grachten. Ja, grachten, maar een geschiedenis. Ja, je zegt geschiedenis en dan praat je over 100 jaar terug. Maar ik bedoel, vanaf kleins af aan ben je al, ja, ben je al in Leiden. En Leidendorp is gewoon wat rustiger. Het is wat tammer. Ja. Ja. En de volgende over tammer. Ja. In Leidendorp kan ik lekker over straat. Of was het maar weer zoals in Leiden? Dan de aanspraken. Ik vind het altijd wel leuk. Ik word tot nu toe overal wel altijd aangesproken. Ook steeds als ik in het Winkelhof loop en ik ga boodschappen doen. Want ik ben altijd degene die boodschappen doet. En, dat klinkt wat konijnen. Ja, er is iemand ontevreden over zijn. Ik vind als je mag uitslapen, ja, dan ben ik even boodschappen doen. Dat is waar. Maar dat vind ik wel leuk dat mensen dan steeds wel zeggen. En vooral ook oudere mensen vind ik leuk van, hey, jij bent toch die jongen van Popstars? Ja, ik heb op je gestemd hoor. Ik kan niet zonder 071 of zodra ik kan, verhuis ik. Ik kan niet zonder 071. Mijn vriendin die zegt wel eens tegen mij van, ja, als we nou gaan verhuizen, waar zou je dan heen willen? Zou je dan ook wel eens naar Katwijk of naar Noordwijk? Zou je daar technisch gezien ook 071 natuurlijk. Ja, nee. Ik bedoel eigenlijk meer te zeggen van om hier vandaan te gaan. Ja. Dat vind ik al ver. Dus laat staan dat ik ergens in Utrecht moet gaan wonen. Of weet ik dat waar. Ik zou dat niet. Ik ben ook echt een familiemens. Mijn kinderen zijn alles. Of mijn carrière staat op de eerste plek? Mijn kinderen zijn alles. Ja? Er mag alles gestolen worden. Ja? Ja. Zou je het opgeven voor je kinderen? Zeker, ja. En je woont op het Kooiplein, ja. Leiden-Noord, ja. Echt volks. Ja. Is dat niet de plek voor een volksartiest om te wonen? Zeker. Wij zitten er ook wel eens aan te denken van, ja, zullen we daar... Maar ja, de huizen die er nu staan, zijn allemaal natuurlijk hele oude huizen. Dat zijn natuurlijk van vroeger. Ja. En Nieuw Leiden? Nieuw Leiden, maar ja, er moet er ook maar eentje te koop staan. Ja. Want die gaan als broodjes zijn ze weg. Daar zou ik wel willen wonen. Want het mooiste is, daar woonde ik ook vroeger al. In de Van Limbersterumstraat, bij de Marningstraat, waar eigenlijk nu Nieuw Leiden staat. Ja, daar heb ik gewoond. Dus het zou mooi zijn als je daar dan nog eens kan blijven wonen. Dat je daar terugkomt. Rondmaken. Ja, dat zou toch prachtig zijn. Maar we varen nu even zo hier door de binnenstad. Hè? Een mooi stukje, Oude Vest. Is dit niet iets voor jou? Zou je niet hier willen wonen? Is zo'n Volkswijk dan toch... Volkswijk vind ik beter dan dit. Ja? Ja, ik vind het leuk, maar moet nou eens kijken naar je auto's. alleen dat al. Wat is er mis met de auto's? Nou ja, eigenlijk bijvoorbeeld dat ik eigenlijk al met jullie een afspraak heb. En dat ik een half uur aan het rijden ben en alleen maar mijn auto kwijt kunnen. De toekomst. Ja, de toekomst. Wat gaat de toekomst Wesley Klein brengen? Ik hoop dat ik heel veel muziek mag maken en dat ik toch wel op een gegeven moment weer echt aan de top sta. En de toppers. Ja, toppers. Ja, wanneer sta je bij de toppers? Wanneer ben jij een van de toppers? Ja. Je bent al vrienden met René. Ja, dus dat sowieso. De inlinking is al gebeurd. Ja. Die één hand is binnen. Je treedt met zijn zoon. Nou, dat is dan ook eigenlijk kat in het bakkie. Ja, heel veel mensen zeggen wel eens, als wij wel eens optreden als Jens, zeggen de mensen wel van, ja, jullie zijn eigenlijk een beetje de jonge toppers. En hoe we dat ook doen in het land, dan is ook wel een beetje à la toppers natuurlijk. Sta je dan ook in een glitterpak? Ja, ook glitterpak. Ook serieuze pakken, maar we hebben ook glitterpakken, ja. Als je even kijkt op de website,
dan zie je ons vaak, ja, paarse pakken met glitters. Voel je je daar gemakkelijk bij of niet? Ja, joh, ik maak het allemaal niet uit. Nee? Ik heb alleen gezegd, ik ga niet met veren tooien, ga ik op een gegeven moment. Dus er is wel een grens. Daar is wel een grens over, dat hebben we wel gezegd, maar een glitterpak, ach ja, stom. En over 30 jaar, waar sta je dan? Waar sta je dan? Ja, ik hoop dat 50 ben je dan? Nou, ik hoop dan dat ik nog wel mag en kan gaan zingen. En is dat niet het geval, dan hoop ik wel dat ik wel lekker met muziek bezig ben. Dat ik dan op een gegeven moment wel zo doorgeleerd ben. En dat ik van alles heb wat mee mogen maken. En dat ik dan een mooie carrière heb mogen meemaken. En dat ik dan dat weer mee kan geven aan andere artiesten. Mm-hmm. Dat zou ik wel mooi vinden. Ja. Wat ambieer je nog? Wat zou voor jou, als je nou, kun jij iets pinpointen? Van, ja, dat, als ik dat heb bereikt. Het allermooiste is als ik ooit zelf een keer Ahoy. Ja, dat is wel het mooiste. Ja, Ahoy. Gewoon dat echt iedereen speciaal voor mij komt. En dan ja, heel groot, gewoon Wesley een concert. Ja, hoe ver staat hij er al nu van je af? Of denk je dat je er al een beetje dat je naartoe aan het werken bent? Nou, nee, dit is nog wel heel ver. Maar dat maakt niet uit. Het mooiste is ook dat je ergens weer naartoe bouwt. En nu heb ik dat wel. Wat ik al zei, vanuit Possenburg ergens gelanceerd. Nu ben je echt aan iets aan het bouwen. Je merkt dat het gewoon steeds en steeds beter gaat. Mensen moeten je liedjes leren kennen. Mensen moeten je leuk vinden. En als alles dan een beetje op zijn plaats komt, dan hoop je dat je dat ooit een keer mag bereiken. Maar één hitje? Ja. Nederlandstalig moet daar genoeg voor zijn, lijkt me. Dat is waar, ja. Als je één hit hebt, dan kan het allemaal heel raar weer gaan lopen, ja. En je bent nu met een single bezig? Ik ben nu weer met een single bezig, ja. Is dat die hit? Ze zeggen van wel. Ja. Nou, wat het leuke... Dan staan we binnenkort met Wesley en Hooy. Ja, dat is wel mee. Het leuke wat ik vind is, ik ben nu bezig met een album. En het album is heel gevarieerd. Ik ben geen zanger die één lijn aanhoudt. En dat is aan de ene kant wel een minpunt. Maar aan de andere kant heb ik weer zoiets van dat mensen... Iedereen kan van mijn muziek houden. Dat wil ik naartoe. Ja. Die vindt dat mooi, die vindt dat mooi, die vindt dat mooi. Er komt zelfs een trendsplaat aan. Kijk nou. Met Armin van Buuren. Nou, dat zou mooi zijn. Die moet ik nog strikken. Oh. Dus als je aan het kijken bent, dan heb ik zeker niet. We willen natuurlijk een klein stukje van de single horen. Gewoon a cappella. Nee. Dat gaan we niet doen. Dat doen we bij het koortje. Nee. Oh, dat is goed. Ja. Dat houden we nog even geheim. Dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel. Fijne middag. Dan ga je eruit gooien. Yo, jongens. Succes. Ah, leuk. Wesley Klein. Ja. Ik ken al die Nederlandse muziek, hè. Jij zingt het ook mee ook altijd? Nou, mijn moeder was een groot fan van Nederlandstalige muziek. Dus Corrie Konings, André Hazes, Ramse Shaffi. Ik ken ze allemaal. Wow. In mijn hoofd. Zie je, verborgen kant van Leonard Beekman. Ja. Ook nog even aan het eind van dit programma. Joost Berg, bedankt voor de camera. Jessica Rijksen, bedankt voor de camera. Sascha van der Werf op de kant, bedankt voor de camera. Paul, bedankt voor het varen. En Leendert, jij bedankt natuurlijk ook. Ja, ook Joost. Dankjewel. Volgende week. Nieuwe woelige baren. Unity Nieuwe Dead aflevering. Kijken, vrijdag. Maar als je al die teksten kent, zing je zo'n stukje dan. Ja, nee. Wat is jouw favoriete Nederlandse hoek dan? Nou, ik denk toch dat het Van Hazes dan moet zijn. Toch, hè? Ja, toch Hazes. Wel Van Hazes. Zie je wel. Ja. Je altijd met je shopping, het is gewoon Hazes. Ja, is het wel. Nee, het is wel Hazes, ja. Intellectueel gedoe. Gewoon Hazes. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Leidse Rederij.